Op deze vrijdagmiddag is er een aanvang gemaakt met het community project. En de launch die heeft er plaats gehad op de Anne Bakkerschool, welke gevestigd is op de hoek van de Helena Christinaweg met de Indira Gandhiweg. Nou, het ligt in de bedoeling dat voor start van de nieuwe school, het nieuwe schooljaar 2022-2023 de meeste scholen er weer schoolvriendelijk eruit moeten zien. Er zal gewassen worden, er zal schoongemaakt worden, het zal verfraaid worden. Het zijn er een aantal speeches geweest voorafgaand aan de launch. Community words, dingen die mensen, initiatieven van de burger, die ze nemen om hun leefomgeving aangenaam te maken, leefbaar te maken. Er zijn een aantal mensen die dat al doen in ons land, maar niet voldoende. Want we hoeven voor dit soort initiatieven niet altijd te wachten op de regering. Wat we wel nodig hebben is die partnerschap tussen de regering, bedrijfsleven en de initiatiefnemers. Jongeren, we zien het onvoldoende in onze gemeenschap dat jongeren initiatieven nemen om hun buurt en omgeving leefbaar en aangenaam te maken voor zichzelf, maar ook voor de ouderen. En daarom willen wij ook jongeren gaan coachen om dit te doen. In het buitenland, in Amerika, is het een normale zaak dat jongeren bij elkaar komen, fondsen werven en iets gaan doen. En dat willen wij ook gaan doen met dit project. Dat is een van onze doelen. En daarom ben ik blij dat we hier zowel politieke mensen hebben als mensen in het bestuur. Want zonder hun kunnen we het project niet doen. Voor mij is het echt een eer dat ons school als first de prioriteiten gesteld zijn dan. En dat wij mogen genieten van de activiteiten van het project. De initiatiefnemers zijn meneer Snip en mevrouw Verber. Op zich vind ik het project heel leuk. Maar ik hoop ook dat het een duurzame status krijgt. Dat het niet maar voor een moment is, maar dat het dan voor een heel lange periode is. En dat ook alle andere scholen, niet alleen in Wanica, maar ook buiten ons district, mogen genieten van de activiteiten van het project. Maar er is iets, als u een heel... Daar heb ik het speciaal naar de gasten toe. U weet, in troebel water is het goed vissen. Dus ik maak dan ook gebruik van. We geven dat ook mee aan onze jeugd. Dus ik zal daar ook goed gebruik van maken. Als we een halve draai kunnen maken en kunnen kijken naar het gebouw van mij. Aan de achterzijde, het heeft een monumentale status. Ik ben bezig samen met mevrouw Snip. Meneer Snip, mevrouw Judith, sorry. En mevrouw Mangere. Straks geef ik u ook een status. Nee, sorry. We zijn bezig samen met mevrouw Mangere om alles en alles erop te doen dat wij dit kunnen renoveren. Je ziet dat het is echt in een erbarmelijke situatie. Het is niet eigenlijk wat het wezen moet. Als u mij misschien zo ver kunt helpen of iets voor ons kunnen betekenen, dat we daarheen geleid kunnen worden naar instanties die ons hulp kunnen verlenen. Zou dat heel erg mooi zijn. Kijk, als dat gebouw ook intussen gerenoveerd zou worden, zou het ook een multifunctionele status kunnen hebben voor de buurtbewoners. Bij wijze van praten voor volwassen onderwijs, voor de kinderen van de buurt om activiteiten te ontplooien. We zouden het ook kunnen verhuren en met alle kleine beetjes helpen, zouden we misschien iets aan ons gebouw, het terrein, onderhoudskosten en dergelijke kunnen overlappen. Nee, dus dat we vandaag zo bij elkaar kunnen zitten. Het heeft wel dagen geduurd dat we bezig waren met om te kijken van, de gemeenschap die vraagt om hulp en SC Community, dus die willen zeggen van oké, we kunnen ondersteunen. En ook omgekeerd
om de studenten wat aan de universiteit aan doen. Weet je? De minister heeft vaak zulke projecten ondersteund. Hij weet het. Vaak op projecten van waarbij wij bezig zijn, heeft hij ondersteund. Dus we zijn blij dat hij hier is. We zijn blij, want hij is altijd bij de studenten op zich. Hij weet. Laat in de avond kan ik een app sturen en hij geeft gelijk ook. Oké. Het ontstaan van dit stukje community work is dat we zijn gaan brainstormen, we zijn gaan zitten en nadenken van hoe kunnen wij dat doen. Want dan hebben we een probleem van de scholen, we hebben een probleem van een stukje armoede, dus zo zijn we bij elkaar voor zitten. En zo is het ontstaan. We hebben mevrouw Verbe gevonden, mevrouw Mange gevonden, mevrouw Elgo gevonden. En daarna hebben we nog een aantal mensen die ondersteunen, zoals meneer Rojaan, zijn mensen die ondersteunen meneer Ramdien. En zo zijn we begonnen om te kijken hoe. En dit is het resultaat vandaag. Daarom ben ik blij. Ik ben altijd blij als ik zie dat dingen gaan bewegen. Ja toch? En we zeggen altijd van, je kan niks doen zonder dat je de ondersteuning krijgt van de politiek. Want daar zijn dat dingen feiten. Alles wat je wilt doen, zeker als je zeker kans van slagen, is het zeker dat je de ondersteuning moet hebben. Wil ook dan weer een keer ondersteunen. En die vinden we, omdat community work altijd een positief ding is. Ja toch? Waar gemeenschap een hand in de boezem steken om te zeggen van we gaan het doen. Ja toch? Dat is ook een stukje zelfredzaamheid. We wachten niet op de overheid. We beginnen alvast te kijken van hoe kunnen we het doen. En als je begonnen bent, dan komt de overheid de ondersteuning geven. Ja toch? En we zeggen we starten vandaag hier, maar het is niet iets van één dag. Het is geen show. De bedoeling is dat we de scholen, wanneer tenminste het nieuwe schooljaar begint, dat de leerkrachten, de ouders, de leerlingen naar een schone school toe lopen. Ja toch? Een schoolmilieu. Weet je, dus wie ziet het doen? Dan ga je geen thuis doen, want het is schoon. Het geeft weer een ander gevoel. En ik vind het heel bijzonder dat zowel heer Snip, mevrouw Judith, mevrouw Rango, allemaal het initiatief hebben genomen om dit werk handen en voeten te geven. Maar meer nog, dat de gemeenschap betrokken wordt. Laat dat ownership zijn. Dat het niet het project is van één of twee mensen, maar we zijn allemaal deelgenoot van dat project. Dat gaat leiden tot succes. Sowieso. Maar ik wil verder benadrukken dat, zowel voor de net is enkele woorden gericht, maar het is bijzonder belangrijk dat wanneer leerkrachten hier komen lesgeven en leerlingen komen les te ontvangen, dat ze wel in een goede omgeving les willen volgen. Dat gaat stimulans betekenen en dat stimulans gaat verder vertalen naar betere prestaties. Stel eens voor. De leerkracht gaat in de ochtend weer denken, moet ik weer naar die klas? Waar zoveel mieren zijn, waar zoveel onkruid is, waar zoveel rommel is op het terrein. Gaat dat simulerend zijn? Nee, mijn mensen. Een goed milieu gaat altijd bevorderlijk zijn, zowel voor de leerkrachten als voor de leerlingen. Dus het is een bijzonder initiatief dat niet alleen hierbij blijft, heb ik net begrepen van mevrouw Judith. Het gaat door naar Wanica en misschien naar Wanica, verder naar Wanica. Het is heel goed, een heel goed initiatief. En ik denk dat ook andere partners die betrokken zullen zijn, hun volle medewerking zullen geven aan dit project. En dat gaat maken dat er meer succes ook zal worden. Ik ben een jongen van het veld. En wanneer je uitgenodigd wordt, al is het laatste oefenblik, maar je ziet dat het gaat om iets van het veld, dan ben ik daar. Ja? En daarom is het voor mij als persoon een eer dat ik die uitnodiging heb gehad van meneer Snip, omdat mijn collega Rishma Mangeris afwezig is in het buitenland, om dit te mogen meemaken. Staar zijn van een schoonmaakproject. En ik ben blij met de woorden van mevrouw Judith ook, want in een ander interview
had ik ook al aangegeven dat ik hoop dat het duurzaam wordt en dat het landelijk wordt. En dat heeft ze ook aangegeven. Omdat, wat de heer Bolla al zei, schoonmaak begint bij onszelf. En we moeten niet altijd wachten als mensen op de overheid. Waar we zelf een bijdrage kunnen leveren, moeten we altijd dat in staat zijn dat te doen. Vooral als we onderhouden van je bermen. En nu is het op de school. Die school ziet er redelijk goed uit. Ja, ik ben heel blij. En dat betekent dat er gewerkt wordt aan onderhoud van de school. En waar nu ingekomen zal worden door deze organisatie, dit initiatief, ik stel het zeer op prijs. En hopelijk, uit het diep van mijn hart, ik hoop niet dat het hierbij blijft, maar dat het duurzaam wordt. Ja? Misschien van tijd tot tijd zou de organisatie of die initiatief nemen, een kijkje kunnen nemen. Ten aanzien van het gebouw, die juf zei het ook, is een historisch gebouw. Ik denk dat u straks met mij in conclave moet treden, zodat ik het doorgaan geleiden van dit project en een projectdossier indienen ter realisatie en herstel van dit gebouw, dit mooie gebouw. U hebt zelf aangegeven waarvoor het nodig kan zijn en wat voor het goed is. En ik stel het tot op prijs ook, want daarvoor zijn wij als volksvertegenwoordiger ben ik voor het volk. Ik ben voor u en voor ieder. Ja? Dus waar het nodig is, ga ik altijd in spelen. De overheid doet haar best, maar laten wij ook als mensen ons deel doen, dan zal het zeker wel goed komen. Als gemeenschap, als school, als schoolleider, als initiatiefnemers, mogen jullie ook gezamenlijk met de RR's of de DR of DNA-lid projecten indienen op het kabinet van de president. Om onder andere dat wat u heeft aangehaald te bewerkstelligen. Het is een heel mooi gebouw. Ik zou het enorm appreciëren als het precies zo zou blijven. Dus het model niet zo veranderen. Dat is heel mooi. Dus ik hoop dat u gewoon werk ervan zou kunnen maken. Ik nodig u ook uit om in mijn bestuursresort langs te komen. Niet alleen maar om dit project te bespreken. Maar misschien kunnen we een gezamenlijk team maken van Wanica. Want zoals ik heb aangegeven, burgerparticipatie is iets vanuit het commissariaat. Het is onderdeel. Je ziet ook dat in de taakomschrijving. We hebben in Wanica Noordwest enkele buurtorganisaties hierdoor opgericht, of althans initiatiefnemers gehad, die samen met RR's heel wat projecten hebben uitgevoerd. Hun straten zelf onderhouden, bermen zelf onderhouden, scholen zelf onderhouden. Ik heb zelfs schoolleiders gevraagd, zoek die kinderen uit die het een beetje beter hebben. En dan ga je met die ouders praten. Weet je, zo kun je gezamenlijk, daarom heet het een gemeenschapsproject, community work, kan je gezamenlijk komen tot een heel mooi geheel. En als je dat afgerond hebt, je hebt een heel mooi gevoel van binnen. Dus ik nodig u ook uit om op mijn commissariaat langs te komen. Niet alleen maar om te zien hoe wij het doen, maar zodat wij ook kunnen zien hoe jullie het doen. Maar 2020, toen ik aantrad als minister, werd ik al geconfronteerd dat er weinig middelen waren. Dus ging een lampje gelijk branden. De gemeenschap oproepen om te helpen. En dat was mijn eerste oproep. Iedereen schalt me uit, maar dat is niet erg. Iedereen ging oproepen bedrijven om mensen om tenminste een deel van de weg op zich te nemen. Dat was die bekende oproep. En dat is gebleven en dat moet ook blijven. Want de overheid is niet in staat heel Suriname te onderhouden. Dus wij moeten onze eigen verantwoordelijkheid blijven nemen. En zo heb ik veel geleerd in Wanica, want deze DC was een beetje sneller dan mij. Waar ze heel veel eigen initiatief nam om dingen te doen met medewerkers. Vandaag heb ik weer gelauncht bij het ministerie van Openbare Werken de eigen bijdrage. En ga huis aan huis ook gaan, bij bedrijf tot bedrijf, om die mensen bewust te houden. Maar soms zie je een mooi bedrijf, maar schutting vol gras. Het besef is er eigenlijk nog niet eens, minister. Onvoldoende. Dus er is nog veel werk om te doen. Maar wat het ministerie van Openbare Werken betreft, want ik zie dat het een hele organisatie is dat jullie hebben bij Wanica. Het ministerie van Openbare Werken, u mag weten, we gaan ondersteunen waar het kan. Zeker scholen hebben prioriteit, ziekenhuizen hebben prioriteit. Dus meneer Tjotko, zodra we kunnen, het ministerie is van de gemeenschap, hebben deze instituten prioriteit. Als we het moeten doen na 3 uur, dan doen we het na 3 uur. Toch, maar we gaan een beroep doen op de OWS om een handje bij te helpen, bij te dragen bij dit soort belangrijke initiatieven.
Dus dat is de bijdrage van openbare werken. Maar ook als er andere verzoeken zijn, u mag altijd via wie dan ook een appje sturen naar mij. Dan kijken we hoe we dat doen via DNA-leden. Minister Snip heeft veel contact met mezelf, mag u ook komen. Als het gaat om de verkeersveiligheid, want ik kwam binnen, ik heb niet goed opgelet hoe het zit met de verkeersveiligheid. Dan even wat over monumentaal gebouw. Hoor, u moet onthouden dat er niets afgebroken of gewijzigd mag worden. Dus hij moet in dezelfde staat zijn. Dat is belangrijk om te weten hoor, bij monumentale gebouwen. Er zijn strenge regels wat dat betreft. Maar ook, wij kunnen ook helpen. Dus ik weet niet wie het initiatief neemt. Misschien kunnen wij het renovatieplan voorstellen en dan gaan jullie verder shoppen. Begroting kunnen we ook maken voor een elementair ding. Maar één van jullie moet wel het initiatief nemen om het voorstel te schrijven. Bijvoorbeeld bij het fonds van de regering. Er zijn mogelijkheden, et cetera.